De lokale banken hebben vandaag de dienstverlening hervat. De Surinaamse bank heeft dat pas vanmiddag gedaan na een onderhoud met de governor van de Centrale Bank van Suriname. Er werd actie gevoerd nadat de wetcontrole valutaverkeer en transactiekantoren is goedgekeurd. Er zijn in gesprek met de leiding van DNA afspraken gemaakt voor het nader aanpassen van de wet. Dit zal gebeuren met de werkgroep van het parlement. Daarvoor zou de bankiersvereniging al een uitnodiging hebben ontvangen voor morgen, vrijdag 27 maart. Gezien de toezegging van de voorzitter van DNA om in samenwerking met de Surinaamse bankiersvereniging, de VSB, ASFA en de Vereniging van Assurantiemaatschappijen de wet nader te bestuderen, zijn de banken opengesteld voor het publiek. Hierbij is er volgens de bankiersvereniging ook rekening gehouden met de periode waarbij er sprake is van salarisuitbetalingen. Vandaag voert de vereniging gesprekken met de Centrale Bank van Suriname over de pijnpunten en ook hoe er invulling gegeven kan worden aan de wet. De Surinaamse Bankiersvereniging kiest voor het pad van dialoog om te komen tot een aanvaardbare wijziging van de wet.